bel maar. Hallo? Hallo jongens, welkom in mijn huis. Fuck, ik zwem altijd je achtertuin. En Porsche, serieus, 1. Daar staat er 1 en daarachter staat er nog 1. Ik ben Sander, ik ben de hoofdredacteur van Quote. Wij schrijven over rijkdom, over vermogen, over succes, over ondernemen. Ondernemen is vaak de manier om heel rijk te worden. En we maken 1 keer per jaar maken wij de lijst met de rijkste Nederlanders, de Quote 500. Het is natuurlijk niet voor niets dat we een lijst met de 500 rijkste mensen maken in Nederland. Het is natuurlijk veel moeilijker om rijk te worden dan arm te worden. De kans dat jullie rijk worden is ook heel klein. De kans dat jullie arm worden is statistisch gezien veel groter. Vindt u dan niet dat de wat rijkere mensen meer voor de wat armere mensen moeten zorgen? Zoals u of de mensen in uw tijdschrift? Ik denk dat Nederlandse mensen al heel veel belasting betalen. Dus in Nederland hebben we al een redelijk mooi systeem. Maar hoe komt het dan dat er zoveel armoede is in Nederland? Dat kan ik je laten zien aan de hand van een paar experimentjes. Ik heb begrepen dat jullie allemaal wat geld hebben gekregen. Ja, allemaal 50 euro plus een tientje voor het kijken van een filmpje. Dus iedereen heeft nu evenveel geld? Ja. Mm-hmm. Nou, geef maar hier, want zo werkt het in de echte wereld niet. We gaan dat even herverdelen zoals het in de echte wereld gaat. Oh, vreselijk. Kom maar door. Niks lekkerder dan cash. Ja. Dankjewel. Als ik jullie zo bekijk, dan denk ik dat Iris rijkere ouders heeft. Maar de realiteit is dat in Nederland het meeste geld zit bij de Hollanders. Bij de autochtone Nederlanders. En dat is heel vervelend, maar ik ga Iris dus nu 70 euro spaargeld geven. Omdat jouw ouders rijk zijn. En die van jullie niet. Ja, hallo. Pijnlijk, hè, jongens? Heel pijnlijk. Dit doet echt pijn. Voor jou niet. Voor haar niet. Ze lacht heel hard erbij. Ja. Ik vind dat een beetje zorgelijk, hoe hard zij hierom lacht. En omdat jij met het geld van je ouders een bedrijf hebt kunnen beginnen, dat ook nog eens heel goed loopt, want je hebt lekker kunnen investeren in marketing, kun je jezelf een lekker salarisje betalen. Je krijgt nog eens 60 euro van mij. Wat voor bedrijf is dat? Een hele goeie. Aspie. Zo. Hij begon met, ja, de blanke mensen krijgen het meest. En ik was echt zo van, gaan we dit doen? Serieus? En toen begon hij ook zo van, ja, dat is nog een ander verschil. En ik was van, ik weet wat er gaat gebeuren. Als je bij ons in de Quote 500 kijkt, dan moeten we helaas constateren dat het bijna allemaal mannen zijn. Dat is ook wel te verklaren. Mannen werken harder. Maar vooral, ze zijn bereid om grotere risico's te nemen. En als je echt heel rijk wil worden, moet je risico's nemen. Moet je bijna een beetje onbezonnen zijn. Nou, dat weten jullie wel. Jongens doen gekke dingen. Dus ik ga het volgende budget ook een beetje oneerlijk verdelen. Ik geef de beide jongens allebei 40 euro. En ik geef het laatste overgebleven meisje 30 euro. Je moet het ermee doen. 20 jaar sta ik in uw tijdschrift. Zie mij. Heel goed. Maar er is een hele makkelijke uitweg. Heel hard werken en heel veel geld verdienen. Maar dan moet je wel waarschijnlijk geld lenen. Dan moet je bereid zijn om schulden aan te gaan, want je hebt heel weinig geld nu. Precies. Nou ja, leen wat geld. En probeer toch het zelf te maken.